speelgoed, een citytrip of een uitje naar een pretpark. Zomaar een greep uit typische cadeaus van ouders voor hun kind. Bij jullie was dat wat anders, toch? Nathan en Lieke van der Wouw, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Hoi Lieke, hoi. Hey Nathan, jij schreef gewoon een boek voor je kind. Voor de verjaardag, vertel eens. Nou, het was niet voor de verjaardag, maar ik heb inderdaad een kinderboek geschreven als cadeautje voor Lieke. Ja. Dus dat is tot stand gekomen. Ik neem aan dat je wilde me daar wat over vertellen. Ja, lijkt mij heel leuk. Vroeger lazen we natuurlijk, zoals iedere oudere, Lieke voor. Toen ze een stuk jonger was. Maar wat ik ook vaak deed, was gewoon zelf een verhaal verzinnen. Soms spannend, soms grappig. En dat vond Lieke eigenlijk ook ontzettend leuk. Dus toen ik een keer wat langer vrij had van mijn werk, toen zei mijn vrouw Doreen van, zou je niet eens een langer verhaal voor Lieke kunnen schrijven? Dus daar ben ik toen mee begonnen, eigenlijk niet wetende of dat ooit tot een boek zou leiden. En zo heb ik hoofdstuk voor hoofdstuk geschreven. En dan lazen we dat samen. En dan kon Lieke vertellen wat ze er leuk aan vond, wat ze er niet zo leuk aan vond. Ja. En dat was eigenlijk een superleuke ervaring samen als vader en dochter. Ja, Lieke, hoe vond je dat cadeau? Ik vond het echt super tof, want het is ook gewoon al tof dat je vader een boek voor je schrijft. En dat het dan echt nog tot een boek is gekomen, is al helemaal tof. En het is ook gewoon, ik vind het ook echt gewoon een superleuk, spannend verhaal, dus ja. Hey Lieke, hoe oud ben jij? Ik ben nu 10. Jij bent nu 10? En dit jaar 10. Ah, leuk zeg. En ja, Nathan, wanneer ben jij begonnen met het schrijven van dat boek? Nou, dat is al een jaar of 2,5 geleden. Dus ik heb er zo'n jaar en 3 maanden ook gedaan om het te schrijven. Mm-hmm. Want het moet naast het normale werk gebeuren, dus dan gaat het dat iets langzamer. En vervolgens ben je nog een jaar bezig met het ontwerpen van de kaft van het boek, redactiewerk. Uitvinden hoe je het kunt uitgeven. Dus dat is toch een hele onderneming. Ja, ik kan me voorstellen dat zo samenwerken met je dochter ook wel heel bijzonder is, toch? Ja, dat was eigenlijk het allerspeciaalste. Het feit dat we dat samen konden doen, dat ik het samen met Lieke kon lezen. Dat zij als kind uit de doelgroep zeg maar feedback kon geven. Ja. Ja, dat was gewoon super gezellig. Ja. Lieke, hoe was dat voor jou om met papa samen te werken? Het was echt superleuk. Mm-hmm. Vooral. Verzon ik dan ook weer een klein stukje wat ik kon gebruiken. En toen las hij me heel vaak een hoofdstuk voor. En mama mocht dat dan nog niet weten. Die wist het als laatste pas. En dan mocht ik zeggen wat ik leuk vond en wat ik helemaal niet leuk vond. Ja. En ja, dat was eigenlijk superleuk. Hey, en Nathan, je zegt net zelf al, hè, ze zit in die doelgroep. Ze kan goede feedback geven. Zijn er nog meer voordelen aan om samen met je dochter, samen met Lieke, aan zo'n boek te werken? Nou, het is wel heel uniek dat je als schrijver meteen tijdens het schrijfproces natuurlijk van je doelgroep feedback krijgt. Mm. En normaal gesproken schrijf je eerst het boek en dan moet je nog maar afwachten wat iedereen ervan vindt. Dus van je dochter kun je meteen ongezouten kritiek krijgen. Dus dat is alleen maar heel goed voor het boek geweest, denk ik. En daarnaast was het gewoon een hele leuke ervaring. Dat is inderdaad mijn volgende vraag, Lieke. Ben je ook een beetje streng geweest tegen pap tijdens het schrijven? Ja, soms zei ik wel eens van nee, dit vind ik echt niet leuk, dit zou ik wel echt veranderen. Ja. Maar voor de rest, nee, niet echt. Hey Lieke, kun jij in het kort eens even vertellen waar het boek over gaat? Het heet Lizzie Klaver, toch? Lizzie Klaver en de ongeschreven brieven. Het gaat over een meisje en die heeft 2 vrienden. En die zijn net naar een nieuwe school gegaan. En daar is een super strenge directeur die een geheim verbergt in de kelder. Mm-hmm. En als ze dat geheim ontdekt hebben, ontdekken ze nieuwe werelden, fantasiewezens, ja. Dat eigenlijk. Leuk zeg, heel leuk. En heb je het boek ook al meegenomen naar school of zo? Of op school laten zien aan je vriendjes en vriendinnetjes? Of aan de juf of de meester? Nee, nog niet. Maar ik ga er wel iets mee doen. Mm-hmm. Ik ga er een boekbespreking over geven. En dan komt papa ook naar school.
Maar nee, voor de rest nog niks. Nee, maar dat is ook met... Ja, tuurlijk. Nee, dat snap ik ook. En wat cool, hè? Dat je gewoon kan zeggen dat pap een eigen boek heeft geschreven samen met jou. Dat is wel heel uniek. Ja. Hey, en Nathan, waar kunnen we het boek allemaal vinden? Is het alleen online te bestellen of is het al op meer plekken ook verkrijgbaar? Nou, je kunt het zeker online bestellen. Gewoon bij bol.com of bij Bruna.nl of andere online sites. Mm-hmm. Maar het is ook gewoon via boekhandels te krijgen. Maar voor, ja, omdat ik zelf natuurlijk ook uit Weert kom. Als nou Weertenaren geïnteresseerd zijn in het boek, kunnen ze gewoon naar mijn website gaan. LizzieKlaver.nl. Als je daar via het contactformulier mij een berichtje stuurt, dan kun je het gewoon bij mij zelf bestellen. En als diegene het dan nog leuk vindt, kom ik het ook nog zelf brengen. Ja, leuk zeg. Nou, ja, jullie hebben mij helemaal enthousiast gemaakt voor het lezen van het boek. Wat leuk zeg. Ik vind het een heel tof idee. En het, hoe jullie nu vertellen met z'n tweeën. Om dit verhaal zo te horen. Dank jullie wel daarvoor. Ja, ook bedankt je wel. Ja, nou, Nathan en Lieke van der Wouw, dank je wel. Zoals is gezegd, boek Lizzie Klaver onder andere te vinden via lizzieklaver.nl. Ja, Lieke, dan heb je pap die een boek heeft geschreven. Is pap en mam allebei op de radio al geweest. En ben je zelf ook nog op radio en tv geweest. Hoe cool is dat? Ja. Hey, maak er een leuke zondag van. Dank je wel.